Machinefabriek BM Boxmeer werkt veelvuldig voor de voedingindustrie. Het bedrijf vervaardigt hoofdzakelijk kleine series producten die een hoge complexiteit van bewerkingen kennen. Een goed voorbeeld hiervan is de door hen ontwikkelde Piña Bar. BM Boxmeer Metalen is een machinefabriek die helemaal gespecialiseerd is in mechanische onderdelen in kleine serie en kleine aantallen. De activiteiten moet je bij ons bedenken aan draaien, frezen, slijpen, lassen, monteren. Dus alles wat mechanisch is, dat is toch wel eigenlijk onze kracht. De vraag die de klant bij ons vaak neerlegt, is toch ook wel een stuk complexiteit die eigenlijk in het product zit. Vandaar dat we vaak al aan de tekentafel zitten, hoe het gemaakt moet worden en het bedacht moet worden om te kunnen produceren. Nou, omdat we alle processen bij ons eigenlijk in eigen huis hebben, kunnen we daar ook specifiek ook separaat op inspelen. Voor zowel de kwaliteit die ze vragen, maar ook de levertijd die ze vragen. Projecten waar wij trots op zijn en klanten waar we eigenlijk trots op zijn, dan moet je echt denken aan de Piña Bar die we ontwikkeld hebben. Nou, ik weet dat iedereen wel eens een keer een thuis een ananas heeft gesneden. Dat is een drama. En we hebben gevraagd vanuit een supermarkt vandaan om de ananas in de winkel te kunnen snijden. Maar laten we eerlijk zijn, de ananas bestaat al heel lang. En de ananas wordt al heel lang gegeten. Alleen het snijden van de ananas, ja, dat is nogal een verhaal apart. Voor de supermarkt is het eigenlijk een heel belangrijk apparaat. Ze willen eigenlijk een onderscheidend vermogen hebben. Maar ze willen ook het vers bleven dichter bij de klant gaan brengen, bij de eindconsument brengen. En wat daarin heel belangrijk is, is eerlijk, bereid en gezond voedsel. En ja, het kan niet beter. Want je stopt je eigen ananas, stop je in de machine en je eigen ananas komt in jouw bekertje terecht. En je ziet precies hoe je eigenlijk bewerkt wordt. Er staan op dit moment 11 machines staan te draaien. En die staan te draaien bij de Coop, bij de Plus en in Carrefour in Spanje. Ondertussen zijn we ook met de tweede generatie zijn we bezig met de machine. Maar de bedoeling is straks dat we schijfjes en partjes gaan leveren. We zijn echt een producent die dus mechanische systemen kan leveren, mechanische onderdelen, om een proces te kunnen waarborgen. Nou, daar zijn we echt sterk in.